En van harte goedemorgen en welkom bij deze live uitzending vanuit de Nationale Assemblée. Tenminste staan wij dus dan voor de Nationale Assemblée. En u weet, vandaag is de jaarrede. De president gaat zo een beetje zijn betoog houden en hij gaat ons vertellen wat wij kunnen verwachten van de komende tijd. En ik zag iemand dat nog plaatsen op Facebook, dat wij dus dan toch moeten willen luisteren naar wat de president ons te vertellen heeft. Want dat is heel belangrijk voor de toekomst. Daar kan je tenminste meedenken en tenminste ook mee praten wanneer het gaat om de zaken van het land. Er is een begrotingstekort, dat is dus dan ook duidelijk. Maar deze jaarrede zullen wij dus dan veel meer weten over al deze zaken. Maar goed, we zien de politieagenten dus dan ready staan. De president komt zo dadelijk langs. En naar wat ik heb vernomen gaat hij ze inspecteren. Maar goed, laat me even praten met meneer Kensmeel. Meneer Kensmeel, ja, hij is de woordvoerder van het Korps Politie Suriname. Hoe gaat het met u, meneer Kensmeel, op zo'n mooie dag? Het gaat. Ja. Het gaat. We zijn gezond opgestaan. Mm-hmm. Ja, de aangetreden manschappen die zijn ook gezond opgestaan. Ja. En ja. Wat is de voorbereiding naar vandaag? De voorbereiding, evenals voorgaande. Het is een vrij pittige, vooral met onder deze weersomstandigheden. Ja. Ja. Het vergt vreselijk veel van onze lichamen. Mm-hmm. Maar ja, het zij zo dat de politieorganisatie is aangewezen om de erewacht te vormen bij de presentatie van de jaarbegroting. Dus we zullen door moeten gaan. U praat over erewacht. Misschien kunt u... Erewacht, zei ik, hoor. Misschien kunt u een beetje vertellen aan de mensen wat dat allemaal inhoudt. Nou, het houdt in het volgende. Eén, dat de president, de korpschef, die komt het eerst om de aangetreden eenheid, het vaandel, en de eenheid te begroeten. Maar het begroeten door de korpschef, het gaat niet zozeer om het groeten. Het gaat erom dat die korpschef nagaat of de aangetreden manschappen tenminste voldoen aan het minimale dat vereist is om deel te nemen aan de erewacht. Of om de erewacht in te delen. Okay. Dat is just, waarom dat let hij? Onder andere de kleding, de schoeisel, de haardrachten, de baarden. Okay. Ja, de bewapening, noem maar op. Alles valt hem in één oogwenk op wanneer hij langsloopt. En stel, iets klopt niet binnen het geheel van de regels. Wat gebeurt er op dat moment? Dan is de eerste persoon die tussen haakjes op zijn donder krijgt. De eerste persoon die wordt aangesproken. Ja, is mijn persoon als coördinator. De tweede persoon die verantwoordelijkheid heeft, is die sterke mevrouw die daar staat. Hoofdinspecteur van politie Naomi Farina. Zij is hier gekomen aan vanmiddag. Ja, zij is de tweede verantwoordelijke. En die krijgt die telefoon. Heeft u even een minuutje van mij? Want hij moet dus dan een telefoontje krijgen als de president langskomt en al die zaken dus. Oké. Ja. U gaat ons moeten verlaten? Ik kom, geef me even 10 seconden. Oké. Ja, dan horen wij dus dan wat er allemaal gaat gebeuren. Dus over enkele tijd, over enkele seconden, krijgen we te horen wat er allemaal gaat gebeuren. Want de president komt waarschijnlijk langs. Of eerst de korpschef en dan de president. Ja. Maar u gaat niet op uw donder krijgen, want u heeft goed werk verricht. Zoals ik u ken. Zoals u me kent. Ik zorg ervoor. Te voldoen aan het minimale. Ja, er is wel flink wat nodig wat betreft onze uiterlijke verschijning. Maar dan nog weer pina. Je weet hoe het helemaal gaat in Suriname. Ja. Hoe we het allemaal hebben geleerd. Ja, weer pina en zo. En we laten de buurvrouw niet merken hoe slecht het gaat bij ons. Ja. Het zijn problemen die opgelost moeten worden. En we wachten op de regering om die allemaal voor ons op te lossen. Zometeen krijgen we de inspectie verricht door de president. Ja. Ja, hoe gebeurt dat?
De eenheidscommandant die zal zich, die, het moment dat de president straks daar op de stip staat, krijgt deze honneurs. Dat zijn 4 ereroffels en het volkslied in zijn geheel te horen wordt gebracht. Daarna begeeft de eenheidscommandant zich naar de president en vraagt hem het vaandel te begroeten en de aangetreden eenheid te inspecteren, de erewacht. En dat moet binnen hoeveel tijd gebeuren, denk je? Er is geen tijd aan verbonden. Er is geen tijd aan verbonden. Nu, als we even uitrekenen, wat duurt niet makkelijk, het duurt niet lang hoor. Ja, het is iets dat binnen 5 tot 10 minuten. Ja, tot binnen 5 tot 10 minuten gedaan is. Okay. Is het meer een show of is het meer een formaliteit? Nee, show. Nee, ja, het is geen show. Absoluut niet. Nee. Het is een vereiste. Dat is om die rechtsstaatshandelen en de gedachten. Ja, dus dat we dat etaleren. Ja. Het is een verplichting opgelegd aan de politie. Okay. Ja, om deel te nemen. Of om te zorgen voor het vormen van die erewacht. Okay. We gaan u niet langer ophouden, minister. Dank u wel. Ja, want ik moet de president opvangen. Mooi, en dat was dus dat meneer Kensmeel met u wij gesproken hebben. We proberen later ook DNA-leden te spreken over wat er allemaal gaat gebeuren en wat ze allemaal verwachten van de jaarrede van de president. Dit is DTV, live vanuit locatie. De president komt zo eraan en dat moment wachten wij op. Wat er allemaal zal gebeuren, heeft u dus dat ook al gehoord? Oké, wat er allemaal zal gebeuren, we hebben we net gehoord van meneer Kensmeel. Dus het wachten is op wat er allemaal hier gedaan zal worden. Ik wist nooit dat de korpschef zo'n job had om dus dan even te kijken als alles in orde zit. If Aladima weer mooi boeng en de barba ala sotsan. Dus ik wist dat nooit. Ik dacht van hij doet zijn loop en dan gaat hij naar binnen. Maar hij is er om te kijken als alles in orde is. En dat weten wij dus dan ook. NoDTV, de mediabelangstelling is enorm groot. Bijna alle mediabedrijven zijn hier. Dus if you no kiss a news, dat wil takkie. You no one kiss a news. Want overal kan je dus dan inschakelen. En het is dan zien wat er allemaal hier gebeurt. Ik dacht dat het direct zou gebeuren. Oké, mag dat wel. Maar goed, dat mag waarschijnlijk wel. DTV live vanuit locatie. Vandaag hebben we om 1 uur een gesprek met NPS hoor. Dus dan krijg je alles over de NPS. Om 1 uur. NPS live in de uitzending bij ons. U mag bellen, vragen stellen, allerlei dingen mag je doen in onze uitzending vandaag om 1 uur. De NPS komt op bezoek in verband met hun jaardag vandaag. Vandaag hebben ze een feestactiviteit, maar ze zijn ook live in de studio bij ons. En we gaan een uitgebreid gesprek hebben met een topper van de NPS waar je allerlei vragen mag stellen aan de NPS. Dat zal best wel een hele mooie uitzending gaan worden. Vandaag precies om 1 uur. Voor de mensen in het buitenland is het 1 uur Surinaamse tijd. En je mag die berekening maken. Het gaat een open uitzending zijn. Dat wil zeggen dat je dus dan de ruimte krijgt om vragen te stellen aan de topper van de NPS. Later om 1 uur in onze uitzending.
Ja. De president wacht bij, wel op zich wachten. Of... De president laat op zich wachten. Komt Takbo Sanjar. Laat op zich wachten. Dus, maar ik denk dat het nu gaat gebeuren. Ik weet niet als het de korpschef is. Maar de korpschef moet eerst komen. Oh ja, ze komen eraan. Nee, de president komt eraan. Dus dat moment zullen wij dus dan aan u voorhouden. U hoeft niet langer hier te wachten. Maar de president komt eraan. Wij zullen dus dan dit moment aan u voorhouden. Alles dat er zal gebeuren zullen wij dus dan proberen vast te leggen hier. Om u de informatie te geven. Ik moet je zeggen dat de beveiliging enorm groot is op deze plek. Super beveiligd met zoveel manschappen. Ik zie drone bovenop. Dat is enorm. Maar goed. De groep komt eraan en ik zie de president daar staan. Misschien kunnen we een beetje dichterbij gaan om alles vast te leggen hier. Heel belangrijk dat wij dus dan dit moment voor u brengen. De president van de Republiek Suriname. Zijn excellentie, president Chandrika Persat. Sankoki gaat vandaag een jaarrede houden. En hij gaat de troepen inspecteren. We zien ook de korpschef. Die is erbij. Die gaat de president voor, denk ik. Omdat dat is aan ons verteld, alhoewel ik dat niet zie. Ik denk dat ze nu het volkslied gaan doen. We nemen u mee. Dat was dus dan het volkslied. Dat is dus dan ten horen gebracht door de politiekapel. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze mevrouw de president halen. Dus dit moment zullen wij ook meenemen. Dat stukje van de korpschef heb ik niet gezien, want meneer Kens moet zijn, maar dat de korpschef eerst langs zal komen en daarna komt de president. Ik zal hem wel vragen, ik heb de korpschef niet gezien. Dat stukje heb ik niet gezien. Hij vertelde ons over dat de korpschef zou komen.
Daar komt hij, de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie president Santokki komt eraan. The man himself, Chandrika Prasad Santokki, onze president, die inspecteert dus de troepen. Alle aandacht voor de man himself, de president van de Republiek Suriname. Ik zie First Lady in de verte staan. Helemaal in groen vandaag. Was wel een hele mooie dress van de First Lady hoor. Prachtig. Misschien kunnen we haar straks in beeld brengen. Heel mooi aangetrokken. En dan gaat de president naar binnen. Dan loopt de president dus dan naar. Prachtige, mooie jurk. Al moet ik het zelf zeggen. Ja, maar ze is snel weggegaan, dus we hebben haar niet kunnen brengen. Maar de president die is dus dan nu al in het gebouw van de Nationale Assemblée. En we gaan dit moment dus dan moeten beëindigen. Ik heb helaas de First Lady niet echt in beeld kunnen brengen bij verontschuldigingen. Dus ze is zo snel gegaan. Maar de assembleeleden zullen dus dan van hieruit dus dan luisteren naar. Oh, die kan nog? Oké. Mooi. Ja, we moeten aan deze kant staan. Ja, en we kijken wat er nu gaat worden. Wat er hier zal gebeuren, weet ik niet. Ik weet niet waarom we hier moeten staan. Waarschijnlijk gaat de president hier lopen. De president komt langs hier, nog. De president komt langs, nog. Maar dan waarom moeten we hier staan als je ons geen informatie kan geven? Maar goed, daar alle waarschijnlijkheid komt de president langs. Via. En dan kunnen we misschien nog de First Lady pakken hoor. Ja, hij komt. Berto, check. Er is DTV waar televisie kijken helemaal anders is. Nee, maar kijk, ik zeg iets. Hè. Kijk, we hebben soms, vele mensen hebben soms commentaar over de kleding van de First Lady. Maar als het een keertje top is, moeten we dat gewoon kunnen zeggen. Maar dat ik het was aan het boeien. Weet je, en ik denk dat de First Lady vandaag top, super top heeft aangetrokken. En dat mag goed gezegd worden. Die heeft iets te maken met wat dan ook. Dat moet gezegd worden. En dat hebben we dus dan ook gezegd. Frans DTV, waar televisie kijken anders is. Die krijgen dus daar informatie van alles. We proberen alles te brengen. En ik weet niet wat er hier gaat gebeuren zo dadelijk. Dus daarop wachten wij. Als dat helemaal in orde is, dan. Ja, ik denk dat de president langskomt. Hè? Ik denk dat de president hier naar binnen gaat lopen.
En dat moment zullen wij dus dat ook brengen voor u. Kijken in het parlement, we zien dat de mensen, dus dan de assembleeleden zitten. Misschien kunnen we even praten met de assembleeleden die we hier buiten zien en vragen hoe zaken gaan. En deze man staat te praten met een collega hier, hoe gaat het? Ja, ik zal mijn collega de ruimte geven om zijn werk te doen. Hoe gaat het met u? Ah, ja, met mij eigenlijk wel. Ja, een jaar reden, weer een andere jaar reden. Wat verwacht u? En hetzelfde leugens gaat verkondigd komen worden. U ziet mij buiten staan omdat ik al langer dan 2 jaar de president geen eerbewijzen meer geef in het huis van het volk. Omdat ik niet eens ben met wat hij doet met het volk. Daarom is mijn Nabja. Tamangos is het niet verplicht dat hij binnen zit? Nee, is niet verplicht. Naar mijn vorm van protest toch. Dat is boter zijn bedoeld toch de laatste jaren toch. Maar bijna alle jaren doen. Omdat dat kom worden erg te koude eerlijk. Als er een man is die zie, hoe dan ga je met elkaar plein ja. Mijn naam een man voor actie ja zo tegen IMF, die de nadeel is van IMF het lange volk. Daarom kon ik mij vertellen om mijn leed te. Dat kan toch niet? Nee, maar u heeft waarschijnlijk een bril op. Maar die man zegt, als we het licht niet zien, moeten wij naar een patiënt gaan. Hij ziet licht. Hij ziet licht. Maar je ziet het nog waarschijnlijk ook weer bril. Of nu weer bril, nu weer. Luister, mag je live zijn, hè? Jullie 2020, we betanken mijn wagi, vol tank, nog geen 400 SRD. Dan mireng. Ik kom bijna empty. Dan is de mingo tanken, dan heb ik een pas. 3.500 SRD. Dan met vertaling, kom met de leerkrachten, kom met de verpleegkundigen, kom met de scoutman. Dat in bij brede potap te vragen, in bij scorosani en wikidisi. Dan wat hij met de afvalkost naar bakamanis eten. Friends and family. In de tunnel. Hey. Maar dat is die boos van je vandaag ook. Ik ben met een afspraak, maar ik laat die nog bellen. Maar ik ben door naar binnen stad. Ja, ja. Maar is je effect. Is je effect 6, 7, 8, 9 september toch? We willen niet volgen door de binnenstad. Hoe doen we dat? Kom ik aan deal. Nee, wacht. De beschikbaar. Hoe zit het? Maar vandaag moet je naar de president luisteren. Ik ook een archief counter, maar ik ben in contact met mijn bakker. Amatak amos en mango naar Haiti. Trouwens, er is veiligheid is dus ja zo. Zou ik doen naar Haiti? Hoe je Haiti dan? Dat unu dan. Dan 400 scouts allemaal poen naar KPS. Afvallen keer DD, alle die verkracht in beroeving. Kieren even in de plaats normaal ja zo. Dan moet je maar eten gaan naar Haiti. Goed eerlijk nou. Ik ga met u praten naar de jaarreden. En waarschijnlijk wordt ik wat koeien in de foto. Aboen dat doen, juist zo lang. Leren afvallen keer lukutok. Ik voel dat je mijn foto naar DTV en dan meer de man ook komt. Dat is altijd DTV, dat altijd. Mijn tegen mijn bakken bij mij kwam deel. Dat trouwens kan mijn bakken bij mij. Nu man hem te zeggen aan mijn bakken bij mij. Daarom kon ik niet met je niet. Je pleit Elvin Joey naar uitzending. Nee, met mijn tegen prijs. Wat zijn de mijne leed? Belvin en leed. Ik geef Elvin Roosevelt. Nee, ik ben een jongen. Ik kom de eerlijk jongen. Ik ben een huisslaafmodel, broer. Ik ben een fighter. Ik ben geen huisslaafmodel. Nee, ik ben een fighter. Ja, ja. We bekijken het. Maar goed, Arka Meijer, geef die man een compliment als het nodig is. Want ik ga me ook zo'n Porsche aan die. Als ik een boos aan die meneer Belfort, die moet aan dat je een compliment geeft. Ik ben hier met de ligt in de tunnel, ligt in de tunnel. De huishoudens worden kapot gemaakt. Ambtenaren, look at Skoutu Konja, zo te doen. Is dat onmoeilijk Skoutu Abeng voor haar bedrijf staande. Go look at Akobou, Ruben Kensen moest voor een kantoor. Ik ga ook kijken naar deze brengen, daar is Akobou. Heer Roof Goe. Ik ben een podcast van Tron Corrup Chef, want ik ben een mannetje van Dapper. En ik ben er tegen. Ik kan mijn pot money vrij. Ik kan mijn money vrij gekappen. Dat is de criminaliteit in Dam en wel. Oké, meneer Belfort. Ik spreek u later. Dank u wel, alvast. Okay. Trouwens, je hebt altijd die dress, jong. Dat is niet altijd. Altijd? Hoeveel pakjes heeft hij? Kom voor een Spanje uit hier zijn. Dat is niet zo. Ik heb een routine. Absa, afrof me. Afrof me. Abwa kler. Ik heb een klaargemaakt pakje. Mijn vrouw heeft stof. Dat ik naar je. Ik ga een kleermaker. Wat man om naar je micro zitten. En kan je me reclame jammer? Nee. Maar nog bij je thee, want ik ben een sponsor die TV. Alles aan die, zolang ik. Altijd in de auto. Ik ben daar scout, alles scout, dus heb ik netjes man.
altijd, you know, she minanga wear the capsule. Ook al in wat de pakje wat de lies. Even maar pas je kat, kat. Hem is het eigenlijk scoren, maar die precies. Is ook pas wel. Mina die kan ook pas wat als pas toen zien maar. Alleen te boel maar, mis je dat je op je kan je chimora die morgen. Die mevrouw is. Het protocol van de president die zegt je moet naar binnen. Kan mij nooit roepen om naar binnen te gaan. Dat zegt die mevrouw. Nee, dat is niet. Protocol van de president. Nee, nooit mag ik zien. Dat is op mijn styling toch. Belfort de nap FIFA volk. En aan mijn pina volk. Dit is een vorm van protest van mij naar de president toe. Ja. Succes. Dus respect aan man. Maar aan mijn pina volk. De gang naar het IMF. Dat is pina volk. Friends and family beleid. Ja, de man tak de man voor de RVC maar na staatsolie. Maar de man de etedrape schrijft naar KKF. Leo Brunswijk naar Afrofu Amang. De man kies monitor. Koude elector. Samen ga ik doen naar Haiti. Maar ik ga mijn portemonnee in KPS toch. Zeg dat ik mijn bouwen bureau drapen naar de Okoefpengelstraat in de gemeenlijst. Als je 1 miljoen dat is, stop het in KPS. Ik vind, waar heb je tegen man? Natuurlijk, ik ga mijn sabmiddelen, ik ga mijn ontwikkeling. Mijn vrede man, en nog kouteren mijn vrede. Mijn volk zie met Nabu. Je sabi, als je volk gaat boem, en je boem naar volk, dan ga je boem naar mij toe. Als je boem naar volk, dan ga je boem naar mij. Mino wan no pas next mino wan no gari mino wan ni dry a konre bu. Na bigigo, a fer kadre bigigo lu president. Na le yamo le drape. On sap sa mo ko yu president. Ay, ay era a fama be a bombo estrale et be kataki. Ma we na just dey there. Eh le kera. Ah we na just. A jump standard model. On the ele bon bra. Go look kama. Go architect. Wat kijk je? If you counter if sa mo taki. Here no. Alles is te volgen, alle vele zalen hier. Ja, ik kan gaan naar de fractiekamer voor PL met Arki. Ik kan gaan naar de koffiekamer met Arki. Ik moet de verplek voor ons doordrapen in de zaal. Oké. Okay. Veel succes. Ja, en als dan net de live talk die DNA TV toch. Plus alle nieuwe sites op publiceren. Maar parlementariër in de zaal, meneer. Ja, aan de drapen, we roken in de zaal, langs de door, zeven zaal. Samen doen we dat. Maar dit is nou een moment, Peep de in Assal. Maar af volgende keer volg me via die TV. Ja, oké. Okay, en af volgende keer hier tak Belfort Deja. Belfort de Taki, alle de Frango, in Framsieke, met Boiti. Ja, Abra Broke, Arki Nono. Ik bedoel, ik zei, we pura aandacht voor Ayaride. Eigenlijk, ik stop, wat zei dit? Want DNA TV, nou door een barkies, maar of twee barkies, maar nu zitten we bijna op 1000. Dat met Tegi. Maar we pura aandacht voor zijn, eigenlijk, stop. Dat boom, omdat af volgende keer Arki Wamaas, ik tak namens af volgende. Wandelmaar die volgt je toch? Ja. Je snap je toch? Mm-hmm. Dat is op Sajasso. Dat zijn gewoon klinkklare leugens gaat die man komen verkondigen. Mijn gast dan bij Arka, maar dat ik kan via die TV gaan met dat volk. Dat is mijn man kies die. Meneer Hikmat, eenmaal u jij. Meneer Hikmat, maar het kan. Mm. Heeft hem even te kijken, maar dat je bla 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 bla. Blaf je blaf. Eigenlijk, alle liedje te kassen hebben, zei je blaf. Dat meneer Hikmat takkie. Ja, nou. Mijn man pika man dat. Ik ben de minister. Maar tegen Samido. Mijn sabe fika hui als je zegt dat je bij Potwang stichting, Sazuur, auteursrechten en innen, zo maar stoppen. Normaal ben je maar stoppen, zo maar stoppen. Mij stoppen. Ben een week. Mij stop, Sazuur. Kiri bij Kiri, alle netten die hebben onthoofd tot drie zwervers. Zo maar stoppen. Mij stoppen. Als je zegt die project, zo maar konangen. Mij konangen, mij na mij plan. Als je zegt die naf bel voor, ik kan teken van mij. Alle de politiecelhuizen, alle de gevangenissen in Paramaribo en Wanica zouden voorzien zijn van camera's. Een ontvluchting voor Nieuwhaven, de bof in de plaats. Besturen betekent vooruitzien. De nieuwe lat ligt de voorspoel. Meneer Hikmat, dat is niet wat ik blaf, maar ik heb die voorbeelden die ik doe. De lat ligt de voorspoel. Zo maar kon je. De nieuwe moderne lat ligt. Maar ik kon je toch. Ik kon niet. Een surveillance model voor school. Een resocialisatieplan voor de gevangenen. Nou, ik kon niet. Dat straf me bij Castrati en Oroco en Christ en Krimwoyo. Dat is mijn plan. Ik ben er niet in. Normaal is het niet. Alle woorden bij Krim op tijd. Vamanen. John Lecton. Maar ik heb een app dat je werkt niet. Dat ik een speaking president. Laat ons het op. Ik heb het over. Sanifu a Kondre. Nafa Kondre we pas dit. Mais expliquer mai 2 ans ride to. Uno ka do atra sanja. Interview comme is ni so moi to. Goina fa lu comme ma de andacte ke arki. De mais tamande tape tele vous tramas de seri bidrape. Dat na realiteit. Ou ka gi abou forbil to. Is de president van het land. Mai tak
kino ro kan tak tak tu so to sama ko du drape na sen klen klaro lui ko apresia to ko ko arki de li if you dek na li ko arki de li da lu ko sa give me back attack e bel for balletti dat yo te give me ko gi respect na president yere no al te you president yere no na a president ma a president ne de mbunda mi abletti futa ki le ko forte ko begrijp je begrijp je en van media ma konami da ma bi fo et mi to en dat me do ko give ti andak na ma no no atrasa mi ne do meneer Belfort, we gaan lopen daar. Ik ga je begeleiden naar de zaal. Kom, kom. Bina ga je. Ik heb naar zaal met me. No, bina ga je. Ik ga naar zaal. We gaan naar de zaal. No, we begeleiden je naar zaal. Ik ga naar zaal. Maar ik ga naar zaal om mino. No, ik ga naar zaal. Kogo, 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 kogo. Ik ga naar zaal. 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 Ik ga naar maar je moet in de zaal zijn, meneer Belfort. Ik heb dat. Ik kan voor een keer ik kan voor een keer speaker jatten. Ik kan voor een keer nee, hier niks. Omdat de massa kan geluid. Ik ga door een stuk even om 5 minuten. Maar je ziet er best wel fris uit. Maar fris. Fris. Even je kijkt naar mijn vest. Je ziet er bedrukt omdat ik voor een keer ben afgebaan. Je kijkt naar mijn vest. Dat je vergelijkt met mijn vest hier. 16 juli 2020. Dat is jouw verschil. Nee, maar laten we respect geven aan de president. Hij praat nu. Laat ons luisteren. Ja, maar ik lach je uit bij mezelf samen. De president. Je zou je denken, de president. Waarschijnlijk word je de president. Kan je me voor schiefers uit? Kan je me voor schiefers uit? Nee, dat komt niet bij. Dat is de president, meneer Belfort. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Dat is er voor schiefers. Je is er 25? Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het dat je zegt voor je dat hey, ik kan trafassen. Yeah. Ik kan trafassen, want Suriname is op weg naar een nieuwe leiderschap. Yeah. Een leiderschap die voor niet te gaan konden. Yeah. En dat we nog moeten hebben. Zoveel cocaïne dagelijks, wekelijks verscheept. Om damas aan dat in criminaliteit. Alles zien we nu, prostitutie. Maar ben Kogo, daar kom je naar parlement. Kogo. Kom hier naar jou. Je nog maar goed. Je nog maar goed, maar mijn opa door. Je ik heb een grote tijd dat ik mijn zref op mijn oké, dan heb je een paar dingen ik wil dat je in de zaal. Ik wil dat je in de zaal. Maar ik ga in de zaal. Ik respect. Daarom heb ik respect hier. Love you. Ja, we hebben hem in de zaal kunnen krijgen. Dus hij gaat dus aan u luisteren naar de president. Dat is wel mooi. Maar waarom mag ik een sap van u? Wat heeft u? Ik heb iets. Ja, gember, graag. Gember. Berto, moet je ook? Eigenlijk mogen media met geen drinken accepteren hoor, maar goed. We zijn bij DNA. Nee, ik ben ook. Hé, we hebben Belfort in de zaal kunnen krijgen, hoor. Ja, stop. Gember, ja, nog een keer. Belfort, we hebben. We hebben Belfort in de zaal kunnen krijgen. Dat is mooi. We gaan deze live uitzending zo beëindigen hoor mensen. Dus nog een beetje druk. Een beetje drinken. Je bent geweldig. Dankjewel. Mooi. En we gaan eruit wat deze live uitzending betreft. De jaarrede van de president is te volgen op DNA televisie. Maar wij gaan verder in de studio. Want we hebben studio gast. Om 1 uur hebben we de NPS live in de uitzending. Je mag alle vragen stellen aan de NPS. Maar de NPS is live in de uitzending bij ons. Waar we met de NPS dus dan gaan praten over hun jaardag. Wat ze allemaal hebben gedaan voor Suriname en wat ze nog willen gaan doen voor Suriname. Dat gebeurt dus dan later om 1 uur. Maar later nog veel meer informatie via DTV. Want we moeten ons nu haasten naar de studio. Want we hebben een studio gehad. Ik ben Gerald Laderwijk. Een hele fijne tijd verder. Wat wij bereikt hebben vandaag is dat we meneer Belfort in de zaal hebben kunnen krijgen. Dat is mooi. Tot zo.
God's River Global Ministries presenteert Divine Encounter op 11, 12 en 13 oktober 2023 met apostel Joshua Talena from Nigeria. Anything around you, I put the spiritual satellites. Miss the Divine Encounter niet. De locatie is Entrinesi Sportal. De tijd is 6 uur namiddag. Host by Prophet Cedric Lansdowne and under covering of Apostle Paul Pinas. If I be a man of God. God's River Global Ministries presenteert Divine Encounter op 11, 12 en 13 oktober 2023 met apostel Joshua Talena from Nigeria. Anything around you, I put the spiritual satellites. Miss the Divine Encounter niet. De locatie is Entrinesi Sportal. De tijd is 6 uur namiddag. Host by Prophet Cedric Lansdowne and under cover.